luisteraars, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Verrassende Verenigingen op Schagen TV. En in deze serie besteden we altijd aandacht aan clubs, verenigingen, activiteiten die wat minder aandacht in de media krijgen. En vandaag gaan we fietsen. We zijn te gast bij de fietscrossvereniging Schagen. En fietsen, daar moet u niet denken aan de grote fietsen, maar we gaan vandaag BMX fietsen. Te grote mannen, te kleine fietsen, denkt u dan, maar niets is minder waar. Het is een hele serieuze sport. Wij Nederlanders zijn er goed in. Dat hebben we gezien bij de laatste Olympische Spelen in Rio. En we treffen het vandaag in Schagen, want er is een officiële wedstrijd. En dat betekent dat het lekker druk is. Dus we gaan kijken. We praten met Jack van Dorp, voorzitter van fietscrossvereniging Schagen. Jack, mooie dag vandaag. Er zijn veel activiteiten. Wat gebeurt hier allemaal vandaag? Nou, we hebben hier de Noord-Holland Cup, de laatste Noord-Holland Cup van 2016. Noord-Holland Cup zijn zes wedstrijden uit Noord-Holland dus. En wij hebben de mazzel, zeg maar, dat we de afsluiting hebben met de prijsuitreiking. Dat zijn BMX-wedstrijden. Waar staat BMX eigenlijk voor? Bicycle motocross, en dat is eigenlijk overgekomen uit Amerika, waar mensen een alternatief zochten voor het motocross. En dat is eigenlijk in Californië ontstaan en van lieverlede deze kant op gekomen. Wij zijn er goed in, hè, als Nederlanders. Nou, inderdaad, als je toch kijkt naar de afgelopen Olympische Spelen, waar bij de mannen toch een tweede plek gescoord is. Dat is natuurlijk niet verkeerd. Nou, zien we hier op de baan ook hele kleintjes op dit moment fietsen. Vanaf welke leeftijd kan je gaan BMX'en? In principe begint het een beetje met 5, 6 jaar. Dan is het mogelijk. En dan, het is ook zo met de fietsjes, die zijn er, je praat wel over een vaste wielmaat. Maar de frames die kunnen kleiner zijn. En op die manier is het dus geschikt voor de kleinere rijders. En is het voor jongens en meisjes? Jongens en meiden, ja. Jongens zijn wel in de meerderheid, maar er zijn toch genoeg stoere meiden die mee fietsen. We staan hier met twee hele dappere dames van de fietscrossvereniging Schagen. Even jullie namen. Fabienne. En Sanaya. Oké, okay, jullie zien er een beetje zenuwachtig uit, want jullie moeten zo de baan op, hè? Ja. En doe je het al lang, dat BMX? Dit wordt mijn derde jaar. En voor mij de tweede. Oké, okay, en vandaag dus wedstrijden, hè? Maken jullie kans om te winnen? Ja, in het klassement niet helemaal, maar verder wel. Ja, ik weet niet, want ik sta nu derde, maar er wordt ook nog de slechtste wedstrijd afgeschaft, dus dat weet ik nog niet. Nou zien we hier de jeugdfietsers, ze vlogen net door het scherm. Tot welke leeftijd kan je het een beetje blijven doen? Nou, het mooie is om te vermelden dat behoorlijk lang door kan gaan, want er is ook een cruiserklasse, noemen ze dat, en die hebben een grotere wielmaat. En dat betekent dat de fiets even iets minder wispelturig is, even iets gemoedelijker. En dan hebben we toch mensen van 50 plus die nog mee rijden. Fiets je zelf ook nog? Niet op de baan. Is het een veilige sport? Nou, het behoort wel een beetje bij extreme sporten. Maar we proberen hem verder wel zo veilig mogelijk uit te voeren. Dus dat betekent toch dat je qua kleding, dat je zorgen moet dat je geschikte protectie aan hebt. In principe rijden de rijders met crosskleding, maar er zit bijvoorbeeld een protectievest zit eronder. Zodat je lichaam beschermd is. Ellebogenbescherming, goede handschoenen. Sommigen dragen ook scheenbeschermers. Kleding die dus tegen een stootje kan. Je hebt een goede helm nodig, zeker een goede helm. Jack, alle spullen die je nodig hebt om te BMX'en, kun je die hier bij de club krijgen of moet je die zelf aanschaffen? Nou, wat er meestal gebeurt is dat als kinderen het interessant vinden, dan komen ze naar de club. En dan kunnen ze eerst een keertje een kennismakingsles doen. Als die goed bevalt, dan kunnen ze meer rittenkaart kopen. En die meer rittenkaart, daar zit dan ook materiaal bij in. En dan kun je dus eens kijken van, nou, is het nou echt wat voor me en bevalt het? Uiteindelijk is het toch wel het mooiste, als je het echt leuk vindt, om gewoon zelf het materiaal te kopen. Want dan kun je gewoon, je kan de fiets beter op je afstemmen, het materiaal beter op je afstemmen. Maar om te kijken of het wat voor je is, dan is het gewoon veel te duur om dat allemaal in één te kopen. En dan kun je dus wel eerst met materiaal van de club opstarten. En onze contributie zit net onder de 100 euro. En ja, als je dan naar het terrein om je heen kijkt en wat ervoor bijgehouden moet worden, dan vind ik dat best heel netjes. Trainen jullie een paar keer per week? Of?
In principe wordt er normaal gesproken tijdens het zomerseizoen wordt er 2 keer in de week getraind. En in het winterseizoen, als het zeg maar het uur omgaat en we wintertijd hebben, dan wordt er 1 keer per week getraind. Maar dat heeft ook te maken met dat je dan toch constant de baan moet bijlichten, dat de stroomkosten hoog worden. Gezien het weer vaak het animo van de rijders ook wat minder wordt. Dus dan gaan we over naar 1 keer. En kijk, nu hebben we natuurlijk de laatste wedstrijd van het seizoen eigenlijk. Dus het wedstrijdseizoen raakt dan ook over. Dus dan gaan we een beetje een soort van winterrust in. Hey Jack, derde helft, kennen jullie die hier ook? Ja, dat... Dat is wel een hele mooie vraag natuurlijk, maar eigenlijk zijn we er heel saai in bij ons op de club in de BMX. Vertel. Eigenlijk hebben we geen druppel alcohol in huis. Kijk, we zijn fietscrossvereniging Schagen en omstreken. En dat betekent toch dat het gros van de rijders komt met de auto of wordt door de ouders gebracht. En we moeten allemaal ook weer naar huis. We willen het graag een beetje veilig houden. Verstandige club dus. Ik denk het wel. Dylan van Schagen die is hierbij. Dylan van Schagen de leiding te pakken. En wie krijgt hij dan met zich mee? Hey Dylan, kap een bakkie hè? Ja, het was pittig moeilijk, maar het ging wel. Je hebt gewonnen. Wat betekent dat? Kan heel Schagen trots op je zijn? Ja, dat kan wel. Maar je krijgt ook de meeste punten en dan straks daar krijg je dan de beker. En wist je het eigenlijk wel van tevoren van dit ga ik wel winnen? Nee, het was een pittig moeilijke pool en gewoon vol voor gaan. En stand op nul, gewoon hard fietsen en nergens bij nadenken. En wie waren nou je grootste tegenstanders net tijdens de wedstrijd? Rob Duba en Erik Zeggeling, die zijn wel de snelste, maar ik had het van ze gewonnen. Hey, Olympische Spelen over een jaartje of 4, denk ik? Wel een droom, maar ik weet nog niet. Hard voor knokken. Hey Remco, wat staat nou helemaal in casual vandaag? Moet je niet fietsen? Nee, vandaag kun je niet fietsen. Ik heb al jaren, elke keer rijd ik alle wedstrijden hier, maar deze keer vond ik het leuk om een keer te helpen. Je fietst al 15 jaar. Ja. Wat is nou het moeilijkste als je zo'n rondje fietst? Wat is het moeilijkste deel van de baan? Nou, zelf vind ik de hoge heuvels heel erg lastig. Ik ben zelf persoonlijk heel erg goed in bochten en met starten en zo. Ja, het is voor iedereen weer anders natuurlijk, maar uiteindelijk denk ik dat het ook het lastigste is om samen met die andere rijders juist over de baan heen te gaan. Dat is ook het leukste en uitdagendste om te doen.